Hallo allemaal, ik ben Nova Lublinkhoff en ik heb voor jullie een drama live vandaag om mij beter te leren kennen. Nou, ik ben nu 12 jaar en ik ben 12 jaar geleden geboren in het ziekenhuis in Hengelo op 24 september 2001. En dit is mijn moeder. Mijn moeder is best wel klein, net zoals ik, dus dat is niet zo heel gek. En dit is mijn vader, die is wat langer. En ik ben enig kind, ik heb geen broertjes of zusjes. Nou, dat ben ik dus. En ja, wij zijn samen echt een happy family. Zonder, ja, broertjes of zusjes, maar ik ben er wel. Toen ik 3 jaar was, ging ik voor het allereerst naar de basisschool. Ik zat op de Olthofschool, die was dicht bij mijn huis. En ik vond het altijd heel leuk om naar school te gaan. Ik verheugde me ook op de eerste schooldag. En ik vond het heel gezellig met al mijn vriendinnetjes en zo. En dat was heel leuk. Nou, met een 10-minuten gesprek dat ik over zou gaan naar groep 2, zou mijn moeder dus dat ik misschien beter niet over kon gaan, omdat ik misschien nog een beetje te klein was voor groep 2. Maar de juf die zei, nee, Hannova, die hoeft dat niet. En want ze kan heel goed lijmen en in de lijntjes kleuren en zo. Nou, dat vonden mijn vader en moeder wel een beetje raar. Maar uiteindelijk ben ik toch gewoon doorgegaan naar groep 2. Nou, toen ik 5 jaar was, ging ik voor het allereerst naar Disneyland Parijs. Ik zat toen nog in de buggy. Maar ik weet wel dat ik het echt heel erg leuk vond. Ik ging daar samen heen met mijn oom en tante. Ja, en dan gingen we daar naartoe. Alleen omdat ik nog een beetje klein was, kon ik niet in alle attracties, alleen in de draaimolen. Dus de favoriete ding in Disneyland was de Disney Store. En daar had ik deze Minnie Mouse pop gekocht. En die heb ik nou nog steeds. En ik was er toen heel blij mee. En in groep 6 zei mijn juf, omdat ik me altijd verveelde bij de taalopdrachten, zei mijn juf van, Nova, ga eens een toneelstuk maken of zo. Dat is misschien wel leuk. En ik zei, ja, dat vind ik heel erg leuk, want ik hou heel veel van theaterspelen, omdat ik ook op een theaterschool zat, al vanaf mijn 6e. Ik zit dus op theaterschool Luna, en daar zit ik nog steeds op. En daar heb ik heel veel leuke mensen ontmoet, waar ik nou nog steeds bevriend mee ben. Dus dat is wel echt heel leuk. In groep 6, 7 en 8 zaten in mijn klas en ook lagere klassen zelfs hele grote jongens en meisjes die mij echt heel klein vonden, wel overdreven een beetje. En die zeiden altijd van, wow, jij bent een kleuter, maar dat snapte ik nooit, want ik zat ook bij hun in de klas, dus dan zouden hun toch ook kleuters moeten zijn. Nou, in groep 8 begon ik een beetje te veranderen. Ik kreeg een eigen stijl. Ik droeg graag jurkjes en ging me ook meer bemoeien met make-up, want dat vond ik heel leuk. Maar anderen die vonden dat maar raar en die dat vonden gewoon apart. Maar gelukkig deed ik gewoon waar ik zelf zin in had. En in groep 8 was ook de CITO-toets. En ik wou de CITO-toets al heel goed maken, want ik wou een hele goede score halen. En ik ging dus altijd heel hard werken en al mijn antwoorden heel vaak checken en zo. En zelfs als het pauze was, zat ik nog binnen en de andere kinderen waren al buiten, maar ik moest nog mijn werk afmaken. Dus ik heb er wel lang over gedaan. Nou, ik had ook een heel lief hondje. Dat was Bogey. Hij was toen 15 jaar. Ik was heel gek met hem en dat was echt een heel lief hondje. Maar op Oudejaarsdag van 2012 is hij helaas laten inslapen omdat hij heel erg ziek was en omdat hij het gewoon niet meer langer vol kon houden. En dat vonden we allemaal natuurlijk echt heel jammer, maar het is misschien wel beter voor hem geweest. En nu ligt hij in een mooi grafje. Maar omdat we niet langer zonder hond konden, hadden we op 7 januari 2013 kregen we een nieuw hondje. En dat hondje heette James. Dat is ook een Jack Russell. En ik was heel blij dat we weer een nieuw hondje kregen. En ik kon een gat in de lucht springen. En nou speel ik heel veel met hem en ik hou heel erg van hem. En ondertussen kreeg ik ook de uitslag van de CITO-toets. En ik was heel blij, want het was een hele goede uitslag. En mijn moeder zei, omdat je het zo goed hebt gedaan, gaan we samen naar Londen. Dus ik was helemaal blij. En in Londen zijn we in de London Eye geweest. Ja, dat moet een London Eye voorstellen. We zijn naar de Primark geweest en we hebben hele leuke dingen gedaan.
En dat vergeet ik nooit meer. En na de vakantie ging ik naar Montessori College Twente. En dat is nou mijn middelbare school waarop ik VWO-TTO doe. En op de eerste dag vond ik het wel een beetje een hele grote school. Maar dat komt nou allemaal weer goed. Ik heb op die school heel veel leuke meiden gevonden. En er zijn nou hele goede vriendinnen. En het is allemaal heel leuk. En laatst heb ik dus op Instagram een paar DIY's gezet. En daar kreeg ik super leuke reacties op. Dus ik denk, nou, ik ga een YouTube kanaal beginnen, want ik vind het echt heel leuk. En dat heb ik dus gedaan. En dit was dus mijn Drama Live video. Ik hoop dat jullie mij nou een beetje beter kennen. En heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie mij willen volgen op Instagram, heet ik Nova_DIY. En heel erg bedankt. En nou ja.